Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Wie is de Mol? Hints en aanwijzingen. Zoals je misschien kan zien, zit ik niet in mijn standaard studio. Dat komt omdat ik het vandaag de dag van tevoren opneem. Dus ik moet eventjes snel achter mijn PC. Ik kan misschien net niet zoveel editen als dat ik wilde. Maar ik heb wat hele belangrijke hints om met jullie te delen. De mol die waarschijnlijk weer gewoon in beeld was, terwijl die er helemaal niet hoorde te staan. Net als bij aflevering 1, waar we nog op gaan terugblikken. We weten hoeveel het servies waard is. En wie natuurlijk heeft gekozen om voor het geld te gaan en niet voor het servies. En nog veel meer. En ik moest dat gewoon eventjes nu alvast met jullie delen. Want ik heb morgen een hele drukke dag. Dus ik dacht, ik ga alsnog gewoon een video maken. Dan hebben jullie die in ieder geval. Want ik weet dat jullie heel erg zitten te wachten op deze hints. En ik zelf ook. Ik vind het echt, dit is wel de meest waardevolle aflevering tot nu toe. Dus zeker waard om dat even goed te bespreken. En dat doen we natuurlijk in het begin met hint nummer 5. En dat is eigenlijk een ontkrachting van een eerdere hint die we al besproken hadden. Tenminste, ik had hem niet besproken, want ik vond de hint niet heel sterk. Maar hij werd me elke keer weer op social media toegestuurd. Namelijk dat de eerste letter van de titel van de aflevering zou verwijzen naar de persoon die eruit zou gaan. Zo had je aflevering 1 en die heette Afgeschermd. Nou ja, toen ging Anita uiteraard eruit. A en A. Hey, de connectie. Ik snap hem wel. Ik vond hem alleen niet heel sterk. Aflevering 2, Tegen Draats en Tina beginnen ook allebei met de T. En deze keer was het Welvarend. En ja, er is niemand met een W in het spel. Tenminste, Nee, ik doe niet mee, ja. Nee, er zit gewoon niemand met een W in, dus die hint is bij deze ook ontkracht. Again, ik zocht er niet al te veel achter, maar hey, dacht, ik deel het toch even met jullie. Waar ik wel wat achter zocht was hint nummer 4 en die gaat over Johan. En deze hint ga ik sowieso iets meer uitbreiden dan alleen over Johan, want het gaat over de laatste opdracht, de theepot opdracht. Dat ze die theekopjes en een theepot moesten vinden in het dorpje daar. Want Johan deed iets wat een mol nooit zou doen en dat is namelijk het goede theekopje uitkiezen en die aan het einde meenemen en nog andere overtuigen die zeggen nee, leg het terug, ik neem het alsnog mee en het blijkt het goede kopje te zijn. Dat doe je niet als mol. En toen kwam ik de groep tegen. Dat is het niet. Jawel. Is een beetje gek, maar het is een echt. Het is een echt serieus. Doe hem nou, als jullie zeggen teken klopt niet, ik vind het te klopt. Serieus. Het is zo'n gigantische anti-molle actie en sowieso zit Johan echt ver van mijn radar. Ik kan me niet voorstellen dat hij de mol is. Als hij dat wel is, dan krijgt hij van mij een theekopje. Nee, ik zie dat gewoon niet gebeuren. En dit vond ik gewoon weer zo'n grote anti-molle actie dat ik denk van ja, ik zie het niet gebeuren. Dus ik vond het wel een hele sterke hint, maar ja, again, tegen Johan. En zoals ik ook al eerder zei, dat is ook een beetje hoe ik deze afleveringen ga benaderen. Wat zijn nou echt concrete hints en aanwijzingen en niet meer het echt zweverige hints en aanwijzingen. Tenzij het gewoon hele leuke hints zijn. Dan deel ik ze alsnog. Maar ja, aanvullend op deze hint was er ook nog wel een heel belangrijk iets wat er gebeurde. Namelijk Nathan en Buddy waren samen een team. En zij moesten eigenlijk dat theekopje vinden die Johan dus uiteindelijk had gevonden. En iets wat ik later moest terugkijken pas, het viel me later pas op toen ik de aflevering terugkeek, was dat wanneer ze binnenkwamen in het winkeltje, toen wees die mevrouw meteen naar dat kopje. En dat deden ze eigenlijk in elke winkel. Zo van, oh, je komt hier binnen. Nou, hier is waarvoor je komt. Want ja, zij krijgen ook maar aanwijzingen. Ja, er zullen wat mensen straks binnenkomen en zij willen een kopje meenemen. Nou, als winkeleigenaar wil je natuurlijk niet dat je hele winkel leeggeroofd wordt. Dus je zegt, nou, dit is het kopje. En dat deed zij ook. Moet je maar kijken. Wacht even, we moeten even op zoek. Deze? Nee, dat is hem zeker niet, toch? Zij wees gewoon naar het goede kopje. En Nathan die zegt, nee, dat is hem zeker niet. Nou, Nathan, dat is hem zeker wel. En dat is niet de laatste hint die ik op jou heb, Nathan, vandaag. Ja, het was een flink heftige aflevering voor Nathan, maar daar komen we straks nog eventjes op terug. Die vrouw wijst gewoon letterlijk het potje aan en Nathan zegt dat het niet zo is en gaan dan overal zoeken. En daarna willen ze ook nog tijd rekken door erheen te gaan rennen om het potje te halen en dan weer terug te komen. En zelfs dan vinden ze hem niet. En uiteindelijk verlaten ze ook nog de winkel. Dus ja, dat is op zich wel een beetje een hint tegen Nathan en Buddy ook wel. Maar Nathan sprak echt uit van ja, dit is niet het potje. Dus dat vind ik ook wel een sterke hint tegen hun. Nou, dan blijven we eventjes gezellig bij Nathan. Want hij was sowieso erg opvallend deze aflevering. En ik moet zeggen, normaal heb ik wel dat als iemand opvallend is in de aflevering, denk ik juist van nou,
Het zal wel niet. Een beetje net zoals Leonie, die wel heel erg verdacht is. Ja, te verdacht, weet je wel. De makers willen echt niet dat je verdacht bent. Maar soms doe je acties en die kunnen de makers gewoon niet eruit monteren. Want anders klopt het hele verhaal niet meer. En dat is 2 keer gebeurd vandaag bij Nathan. En dan heb ik het natuurlijk over hint nummer 3. Namelijk dat Nathan heel grijpgraag was deze aflevering. Hij pakte heel graag geld. En dat deed hij in 2 opdrachten. Volgens mij was de eerste opdracht bij de standbeelden. Ja, toen pakte hij heel snel aan het einde nog even een briefje. Een van de 2 briefjes die het team had gepakt was het verkeerde briefje. Volgens mij was dat ook degene die Nathan uiteindelijk had gepakt. Want hij deed nog heel snel, oké, ik neem hem mee. En nam daarmee een gigantisch risico. Want er zijn veel meer briefjes of enveloppen met min geld dan met plus geld. Want dat zijn alleen maar de goeie. Dus ja, dat was ook gewoon weer een hele vage move. Maar de vaagste move, die gebeurde toch natuurlijk wel bij het servies. En man, wat was dit interessant voor ons. En waarschijnlijk verschrikkelijk voor de regisseur en productie. En ik zal je uitleggen waarom. Kijk, bij de serviesopdracht was er uiteindelijk de keuze of ze voor €1500 gingen of voor de waarde van het servies. Nu waren er wat oplettende kijkers op Instagram en die hadden mij gestuurd dat het begin van die opdracht, de titel daarvan en hoeveel geld er maximaal verdiend kan worden, dat stond op €2700. Oftewel, dat is altijd het maximaal mogelijke wat mensen konden verdienen in die opdracht. Het servies was dus €2700 waard, weten we nu achteraf. Er was alleen iemand die wist het natuurlijk wel dat het servies meer waard was en ook best wel flink wat meer waard. €1200, nou, ze hadden aan het begin van de aflevering €1500, dus die €1200 die wil je niet in de pot hebben. En dat zou misschien wel eens de reden kunnen zijn waarom Nathan zo random opeens, terwijl de groep zei van oké, nou ja, I guess dat we gaan vergokken, dat hij gewoon naar voren stapte en dat geld pakte. Wat wordt het? Geld. Ja. €1500 ja. Voor de pot. Alsjeblieft. Ik vond het zo niets voor Nathan om dat te doen. Dat was echt het laatste wat ik op dat moment had verwacht. Want hij zegt altijd, ik ben een teamspeler, weet je wel. Nou ja, hij was natuurlijk een voetballer, dat is ook een teamspeler. En hij wil altijd dingen overleggen en zo. En dan opeens, terwijl de groep zegt, oké, we gaan gokken. En dan neem je nog de stap om het te pakken. Zou je dat snel doen als kandidaat puur voor die €1500? Ja, nou, ik weet het niet. Ik denk dat dit misschien wel eens gewoon een molle actie zou kunnen zijn. En het ding hiermee is, en waarom ik het zo'n interessante actie vind, is natuurlijk nu afgelopen jaren een beetje de zoektocht, een beetje door de mist heen kijken. Wat is er wel ingeknipt, wat is er niet ingeknipt. Maar dit stukje konden ze niet eruit knippen. Er was geen mogelijkheid. Ze kunnen niet opeens knip, ze hebben besloten en ze zitten weer in het hotel. Nee, dit stuk moest getoond worden. En misschien deed Nathan hier gewoon een volle molle actie, omdat het moest en konden ze in productie niet het eruit knippen. Hallo, hier Wouter uit de toekomst nog even. Ik zat deze beelden nog een keer terug te kijken en ik zag dat Nathan iets minder abrupt erop afstapte dan gedacht. Want als je goed kijkt naar Miljuska, is er nog wat tijd ertussen geweest. Haar hele postuur verandert, dus er is meer tijd geweest. Misschien dat ze hierna zei dus van, oké, maak nou een keuze iemand. Dus dit zou alsnog de regie kunnen zijn die ons op het verkeerde been probeert te zetten. Houd in je achterhoofd. En Nathan zat de hele tijd aan zijn neus, super nerveus. Terwijl, je hoeft op dat moment niet nerveus te zijn. De rest is ook meer een beetje van, I don't know. Moet je maar goed opletten naar het verschil tussen de andere kandidaten en Nathan en hoe nerveus hij is. En daar weer mee lopen rennen. Nou ja. Dit is gambling. Ja, dat is de kwestie. Ik zeg, we houden het geld. Ik vond het echt ontzettend opvallend. En ook aan het einde, wanneer hij het geld gepakt heeft, kijkt hij een beetje naar beneden. Een beetje zo, hij kijkt 2 keer naar beneden, een soort van schaamte bijna. Alsof hij niet omhoog durft te kijken. Of misschien vond hij het super spannend omdat hij zo'n actie had gedaan. En dat hij dus niet omhoog durft te kijken omdat hij onzeker was. Man, het was gewoon zo'n
heftig moment. En ja, zoals ik al zei, het kon er gewoon niet uitgeknipt worden. En dat maakt het gewoon extra sterk voor mijn gevoel. En ja, hier bij hint 2 wilde ik eigenlijk het prikbord erbij pakken. Die hier uiteraard niet staat, omdat ik niet in mijn studio zit. Want ik wilde gewoon eventjes gaan kijken, oké, waar staan we nou voordat we hint nummer 1 pakken? Ook al heeft hint nummer 1 heeft vrij veel te maken met mijn meest verdachte persoon. Waar staan we nou eigenlijk? En zoals ik net al zei, voor mij is de minst verdachte deze aflevering is toch wel zeker Johan. Ik vind sowieso dat hij... Ja, ik weet het niet. Hij heeft niet heel veel foute dingen gedaan. Hij heeft soms wel hele onhandige acties. Maar ook nu met dat potje. Ja, dat is zo'n anti-molle actie. Ik zie dat bijna gewoon niet gebeuren. Ja, voor verdachte Nathan staat bij mij heel hoog. Ik moet zeggen, ik heb afgelopen aflevering in mijn pool... Sinds het begin heb ik volgens mij Nathan en Rob ingevuld. Ik ga het even voor jullie checken, want straks zeg ik dingen die niet kloppen. Sinds aflevering 2. Dus sinds aflevering 2 zit ik eigenlijk op Nathan en Rob in de pool. Tot nu toe gaat dat goed, dus laten we dat hopelijk volhouden. Waarom ik op Rob zit... Ik vind dat Rob een beetje overal tussendoor aan het glibberen is. Maar intussen doet hij niet zoveel... Hij brengt mensen vaak op het verkeerde pad. Ik weet het niet. En zoals ik al zei, ik zit op het moment echt niet op de mensen die het meest verdacht zijn. Leonie. Nee. Ja, die komt er zo verdacht over. Als het uiteindelijk wel is, dan zit ik van... Oké, leuk Wouter. Goede video's weer. Maar nee, ik heb nu gewoon het idee van... We moeten echt kijken naar de concrete aanwijzingen. En je niet laten misleiden. Want er zit zoveel misleiding in die afleveringen natuurlijk. En over misleiding gesproken gaan we naar hint nummer 1. En dat gaat over het feit dat de mol misschien wel eerder in beeld was dan dat je dacht. Namelijk toen Rick de opdracht aan het uitleggen was. De laatste opdracht, weer de theepot opdracht. Man, wat is daar veel gebeurd en wat is daar veel over te vertellen. Tijdens die opdracht liep er iemand in de achtergrond. Moet je maar even kijken. Maar omdat het nog niet zo wil vlotten met de prestaties van de groep, groeit het onderlinge wantrouwen. Want waar gaat het nou steeds mis? Zie jij de mol? Wijs naar het scherm. Nee, oké, we zijn geen Dora, maar we zien toch zeker wel wat achter in de straat. Als ik namelijk kijk en ik heb hier op het andere scherm heb ik de foto, zie ik een mooi geel... Ja, wat is dat? Een shirt zonder mouwen? Dat heeft vast een hele fancy naam, dat weet ik niet. Ik ben niet zo thuis in alle fashion. En een man met een, ja, geelachtige hoed. En bruin haar aan de achterkant. En volgens mij zie je zelfs ook nog aan de linkerkant een tattoo op zijn schouder. Dit moet toch Rob zijn? En dat is zo raar, want dit was gewoon tijdens het uitleggen van Rick. Dus er hoorden eigenlijk nog geen kandidaten uiteraard te zijn. Volgens mij was dit de introductie van oké, dit is de stad. Weet je wel, gewoon een beetje wat ze standaard doen. Zit er misschien gewoon in elke aflevering, omdat we in een land zitten van mensenmassa's, oftewel China. Zitten we telkens naar de mol te kijken. En dat slaat een beetje terug op aflevering 1, waar je natuurlijk die prachtige intro had. En waar ook iemand zijn gezicht afschermde tijdens die opdracht. Was dat ook Rob die daar stond? Of misschien de mol? Ze hebben het natuurlijk al eerder gedaan met Jan Versteeg die langsliep. Het zou best wel kunnen dat dit weer een soort van ode is aan wat hij heeft gedaan in die seizoenen. Sowieso hebben ze heel veel thematiek natuurlijk van eerdere seizoenen. Ik vind het heel erg opvallend. Misschien is er in... Aflevering 2. Kon je iets zien met de mol of met Rob die rondliep? Het is sowieso iets waar ik komende afleveringen op ga letten. Maar dit was zo opvallend. Wat denken jullie? Laat het even weten in de comments. Of misschien, als ik het niet vergeet, zal ik een poll rechtsboven zetten. Denk jij dat dit Rob is in de achtergrond? Ja of nee? En anders, als dit inderdaad Rob is, dan is dit een hele sterke hint richting hem.